Hi, leuk dat je weer kijkt naar Zalig Zeus. Vandaag hebben we een primeurtje. We hebben voor het eerst een restaurant met een mooie ster op de voorgevel. We hebben een restaurant hier in de buurt, eigenlijk het dichtstbijzijnde sterrenrestaurant vanuit Klingen. En dan kunnen we het maar over één restaurant hebben en dat is restaurant Het Vlasbloemeke. Ik kan wel eens cijfers zien of lezen of van andere collega's horen en zien wat er weggegooid wordt. Dat vind ik echt zonde, ja. Ik heb hier niet één, maar twee gasten weer en bij me. Erik van Bokhoven staat naast me. En achter de schermen zit ook nog Bianca. En die gaat zo meteen al even een wijntje inschenken uiteraard. Welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn. Leuk voor de uitnodiging, bedankt. Ja. Wat gaan we maken? Het belangrijkste. Ik ga een gerechtje maken. Ik ga zeebaars. Wordt natuurlijk volop gevangen in de Oost- en de Westschelde. Ja. Eigenlijk voor de Noordzeekust. Die ga ik marineren in zout. Die ga ik hem kort afbranden. En er komen allemaal verschillende bereidingjes en soorten van tomaat bij. Tomaat is eigenlijk een allemans vriendje. Lust iedereen. Is overal te verkrijgen. Maar er zijn eigenlijk veel meer verschillende soorten als dat we weten en dat we vaak kennen. De een is wat zoeter, de ander is wat bitterder. De ander heeft gewoon een leuk kleurtje. Maar ze hebben eigenlijk allemaal een eigen verhaaltje. Zeker. Dus ik heb ze hier op zoetzuur gezet. Eigenlijk gepeld. Die oranje tomaatjes vooral, die zijn lekker zoet. Dus dat geeft een leuk dingetje. Zoetzuurtjes, eigenlijk de basis daarvan maak ik altijd 1-1-1. Ja. Dus 100 gram suiker, 100 gram water en 100 gram azijn. Daar gebruiken we dragonazijn voor altijd. Gewoon natuurazijn is eigenlijk maar een hele simpele smaak. Ja, dus precies. Daar kan je nog wat mee doen. En dan kan je eigenlijk ook nog met je zoetzuur kan je nog weer verder gaan spelen. Doe je de sterrenijsje in, doe je de lauriertje in of kardemompultjes. Krijg je eigenlijk iedere keer andere smaakjes en dingetjes. Dus dit is eigenlijk de basics. Dit is eigenlijk de basis. Dit is eigenlijk gewoon een basis. Dat is makkelijk, simpel en toch heel erg lekker. Ja. Je smaak wordt ook iets versterkt daardoor. Wordt iets verhoogd. Dus je krijgt echt een smaakbommetje. Ja. Dan heb ik nog, van als je natuurlijk die tomaatjes gebruikt en doet, hou je er natuurlijk nog wat dingetjes van over. Dus daar hebben we afsnijdsels van gemaakt. Daar hebben we een geleitje van gemaakt. Ah, niet van de afsnijdsels. Dus. Niet van de afsnijdsels en de binnenkantjes. Je hebt natuurlijk altijd de zaadjes en alles wat je ermee doet. En ook van dat, eigenlijk die tomatenpasta die je daarvan maakt, hebben we een moes gemaakt. Dus met geslagen room eronder. Ja. En door gelei gehaald. En dan komen er nog zeeslacrackertjes bij. Er moet altijd een krokant itempje zitten in een gerecht. Zoetje, zuurtje, krokantje. Dat houdt het spannend dat je door wil blijven eten. Dat eigenlijk iedere hap zegt van ja, meer, 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 meer. En dat wil je eigenlijk net weer iets anders. Ja. Precies. En er is ook gewoon bewezen, als je een bepaalde krokantheid hebt, kijk maar naar een zak chips, die eten we allemaal leeg. Ja. En krokant, dat stimuleert je hoofd en je gedachten om te blijven knabbelen. En dan heb ik nog wat zilte groentjes meegenomen. Onder andere schorrekruid, zeemelden, roodhoorntjes, wier. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk ook bij ons gewoon in de Schelde voor het oprapen liggen. Pas wel op met plukken, want daar worden tegenwoordig vergunningen voor uitgegeven. Precies, en anders komt er iemand en die is daar wat minder blij mee. Maar het zijn wel leuke dingetjes, nieuwe smaken vooral. Ja. Zeker de roodhoorntjes, wier, dat is natuurlijk een beetje zilt, jodium. Dat is deze, ja. Die, zometeen nog even. Ja, ik kan ze zo meteen even close-up laten zien. Ja. Het heeft eigenlijk een hele eigen smaak, dus dat is natuurlijk superleuk. Het schorrekruid, de melders, ja, dat zijn gewoon hele leuke dingetjes die we eigenlijk de laatste jaren steeds meer en meer gaan gebruiken om eigenlijk een andere setup te krijgen. Hè? Want dan heb je eigenlijk je zoete en je bittertjes, daar krijg je de ziltjes van. Dus dan krijg je allemaal op die manier smaakjes erbij. En dan hebben we nog een basilicum-mayonaise erbij. Super. Er hoort eigenlijk ook altijd een beetje vettigheid bij. Ja, dat maakt toch alles lekker. Vet maakt alles lekker. Vet maakt alles lekker. Klopt. Schuurt altijd lekker. En dit is gewoon, met normale olie van basilicum van gemaakt? Ja, ik maak van basilicum. Doe ik eigenlijk de blaadjes doe ik met druivenpitolie. Ja. Eigenlijk al mijn basisolie gebruik ik druivenpitolie. Dat doe ik helemaal fijn draaien. Dan doe ik ze eventjes opkoken. Dat eigenlijk goed de kleur eruit komt. Ja. En dan doe ik hem in de vriezer zetten. Dan krijg je ijsfiltering. Want olie bevriest niet, water wel. Dus het water gaat zakken. En dan kan je eigenlijk zo mooi de olie ervan afscheppen. Ja. Dan heb je een hele mooie, terug pure olie. En die doe ik dan opmonteren als mayonaise. Precies. En dat water wat in die olie zit, dat maakt het een beetje... als je dat langer gaat bewaren, dan... Dan gaat dat bederven, want precies, water bederft als snelste. Ja. Plus, als je een mayonaise wil maken, dan wil je geen water in hebben. Nee, precies. Want dan gaat die schiften of niet goed. Dus dat is niet, niet wat je wil. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Leuk. Leuk dat je ook vooral echt... leuke tomaatjes heb meegenomen. Ik vind dat ik ben er zelf ook groot voorstander van, bij de supermarkt kan je wel maar één of twee tomaten kopen. Ja, dan precies. Heb je dan de kleintjes, maar dat zijn eigenlijk gewoon dezelfde. Dat zijn dezelfde. Ja. Je hebt mij al een tomaatje gelegd. Ja. Wat kan ik ermee doen? Die mag je eigenlijk eventjes het kerntje eruit snijden, de zaadlijst, het velletje vanaf en dan eventjes mooie brunoise snijden. En die gaan we dan straks aanmaken met een beetje gewoon dressing. Oh, ja. Er zit eigenlijk van alles een beetje in, een beetje zoet, zuur, spicy. Dan gaan we daarmee aanmaken. En dan komt er dan ook bij dat je eigenlijk allemaal verschillende smaakpaletjes met die tomaat op bord hebt. Ja.
Leuk. Ik vind het ook altijd leuk om van één product veel verschillende bereidingen, technieken te laten zien. Ja. Omdat je dan, dan laat je zien wat je kan. Ja, dat is een beetje creativiteit tonen. Creativiteit en laten zien wat je kan, want je bent trots op je vak, je bent trots, trots mens. Dus dat is leuk om te laten zien. En dat is ook het voordeel van verse producten te gebruiken. Altijd, ja. Het is niet, kijk, een stuk vlees of een stuk vis is eigenlijk minder mogelijkheden ermee dan met groenten. Met groenten, ja hoor. Ja. Vegetarisch, veganist, ik vind het alleen maar leuk als ze komen. Ja, als ze van tevoren zeggen en zeker als ze van tevoren aangeven hoeveel gangers ze willen. 6, 7, 8 of 9, het maakt niet uit. Geef het even aan en dan maken we de wereld qua groentes voor. En hebben jullie in menu ook altijd wat vegetarische gerechten inzitten? Proberen we wel steeds vaker. Ja, in het begin werd dat altijd heel erg sceptisch ontvangen door de mensen. Ja. Niet iedereen zat erop te wachten. We hebben een tijdje geleden gedaan, van de winter hadden we een heel mooi vegetarisch gerechtje met een knolselder eigenlijk gepoft en daar allemaal verschillende bereidingen mee. Daarna nog van gemaakt. En dat werd eigenlijk zo goed ontvangen. Dus we willen dat wel wat vaker gaan doen, omdat het gewoon, net ook wat je zegt, groenten zijn de toekomst. Ja. En daar moet je toch mee proberen en blijven doen. Moet je gasten ook een beetje gaan onderwijzen natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Ben ik het met je eens. Ja. Je moet dingen laten zien die ze normaal thuis niet zouden doen. Precies, inderdaad. Ja, ik ga beginnen. Ga je dat snijden? Dan heb ik de zeebaars. Ja. Er zit natuurlijk altijd nog het velletje aan. Ik zou hem wel bij de visboer laten fileren. Dan moet je eigenlijk thuis niet gaan zitten doen, want dan... Dan komen de snijwonden van dat we niet hebben. Precies, en het ongedierte naar de prullenbakken. Ja, inderdaad. En die eigenlijk gewoon mooi van het vel afsnijden. Gaat eigenlijk heel erg makkelijk als je maar een goed scherp mes hebt. Een mooie lange streep trekken is die er in een keer vanaf. En het blad ook een beetje schuin leggen, hè? Dat hij naar beneden dat hij eigenlijk naar beneden snijdt. Iedereen is dan bang dat je er doorheen snijdt, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Als je dat gewoon rustig doet, is er helemaal niks aan de hand. Nee. Super, en die ga je... Je hebt hier een pekelbad, een droge pekel. Ja, ik kan zeggen, het is een droge pekel. Ja. Dus dat is suiker en zout. En er zitten dan hier nog venkelzaadjes en koriander. Dat heb ik even gevijzeld, dus dat fijn wordt. Dat smaak afgeeft. Ja. En die gaan daar dan doorheen. En daar laat ik dat dan 25 minuutjes in trekken eigenlijk. Ik doe het wel altijd even afspoelen daarna. Want als je dat nu alleen maar eraf gaat wrijven, dan kan je toch eigenlijk hebben dat er net iets te veel van die zoutkorrels nog zitten. Ja, precies. En dat wil je eigenlijk niet hebben. En je gebruikt er altijd grof zeezout voor? Of? Ja, grof zeezout. Als je fijn zeezout doet, dan pakt dat te snel op. Ja. Dan trekt dat te snel erin. Ja, precies, ik wou het zeggen. En dan wordt het alleen maar zout en niet zoals je wil dat het eigenlijk structuurverandering en teweeg gaat brengen. Ja. Dan doe ik hem even een beetje afdeppen. Ja. Pakken we de brander. En daar mag je reepjes van snijden. Ja. Dat je langere reepjes krijgt. En dan gaan we hem eigenlijk eventjes kort groeien. Dus op deze manier gaar je hem eigenlijk van één kant... Al een beetje. Ja, een heel klein beetje, want het blijft nog steeds gewoon een min of meer rauwe bereiding. Ja. Hij heeft dan iets garing gehad door het zout en suiker erop te doen. Ja. En nu krijg je ook nog net een beetje andere smaak eraan. Een beetje barbecue gebrand. Maakt het ook weer net wat aantrekkelijker, spannender. Precies. Let altijd wel op dat je het niet verkoolt, maar gewoon eventjes schroeien. Dat hij een beetje de bovenkant moet eerst een beetje uitdrogen. Ja. En eigenlijk dep je hem eigenlijk al af. En ik kan zeggen, door dat afdeppen of eventjes 5 minuutjes laten liggen. Ja. Want als je hem te nat gaat doen, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Dan ga je hem gewoon koken natuurlijk. Eigenlijk. Dan ga je het koken, ja. En dan gaat hij ook veel verder doorgaren. Omdat je water natuurlijk warm wordt en dan krijg je stoom en dat trekt er doorheen. Ja. En dat wil je niet hebben. Dus kijk, dan heb je gewoon weer eigenlijk dat bakje. Dan heb je dat filetje. En dan gaat dan eigenlijk best een mooi laagje... Ja. Van dat zout over. Het moet wel zijn werk kunnen doen. Precies. Als je daar natuurlijk eigenlijk maar net een millimetertje zout op doet, dan gebeurt er niks. Nee. Je ziet ook, kijk, met één zo'n filetje in zo'n bakje zie je dat wel minder. Maar als je een aantal filetjes hebt, je ziet er vocht uitkomen. Ja, precies. En dat wil je eigenlijk hebben, want je wil de smaak van je vis wil je omhoog trekken en je wil er wat vocht uithalen. Laatst kwam Christian van de Zeeuwse Zout. Ja. Ik kwam langs en dan had ik een gerecht gemaakt met... Wat was dat voor vis? Volgens mij was dat ook zeebaars. Weet jullie dat nog? Ja. Volgens mij ook zeebaars, hè? Ja. Maar dan had ik een groen zout gemaakt zonder suiker en dat kon ik veel langer ingelegd. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje dezelfde manier, maar dan een soort van crudo van gesneden. Ja, tuna. Precies, inderdaad. En het is eigenlijk, zijn het allemaal hele oude technieken. Hè? We denken allemaal dat we het nu verzinnen. Maar het zijn oude technieken om dingen houdbaar te maken. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Conserveren eigenlijk. Ik wou zeggen, het is eigenlijk gewoon conserveren op een andere manier.
Vroeger hadden ze geen koelkasten, dus moesten ze iets anders doen. Dus moesten ze toch zorgen dat het wel, wel bleef. Als die dan gebrand is, snij ik er mooi lamelletjes van. Hij komt ongeveer een, ja, wat zijn ze, 4, 5 mm breed. Doe ik er eigenlijk een beetje van dezelfde dressing overheen, die zo meteen over die tomaatjes gaat. Ja. En daar zit ook al iets van zuur in, zodat hij een beetje ceviche gaart? Ja, inderdaad. Dat niet? Hierin zit onder andere soesjazijn, gewoon dragonnenzijn. Ja. Beetje mosterd, beetje worcestersaus. Dat je eigenlijk allemaal een beetje frisse, beladen tonen. Dat je er wat extra spanning. Ja, ja, ja. Als alles continu hetzelfde smaakt, dat is hetzelfde met al die bereidingen van die tomaat. Als het allemaal hetzelfde smaakt, dan wordt een gerecht saai. En dan ben je klaar mee na 3-4 happen. Ja. Maar je wil graag dat bordje leeg heet. Je wil graag je volgende gerechtje ook nog met smaak gaan eten. Ja. Ik heb nou net zo'n groene tomaat ook gepakt. Ja, dat is geen zebra. Ja, precies. Dat zijn geen onrijpe. Nee. Dat is weer iets anders, hè? Ja, het is gewoon echt een eigen ras. Die blijven zo. Is het wel, als je hem lang aan de plant laat hangen, dan wordt hij wel gewoon rood. Nou, dat wel. Ja, ja. Ze op den duur wel, maar dan zijn ze vaak eigenlijk al te ver. Dus dan doet het eigenlijk ook niet meer. Nee. Zeker voor deze bereiding moet ze ook wel echt een beetje stevig zijn, anders maak je meteen pap van het natuurlijk. Ja, inderdaad. Mag je zo meteen ook julienne van een paar snijden. Oh, die doen we dan nog eventjes met basilicumolie doen we die marineren. Dat je toch weer die verschillende krijgt. Voor het dresseren doe ik eigenlijk die tomatengeleitjes op bord leggen. Dan hebben we van eigenlijk tomatenmoes in een klein vormpje. Ja. Dan hebben we eigenlijk bijna kleine tomaatjes gemaakt. Dat is eigenlijk gewoon voor je gevoel. Tomatenpuree met room en gelatine, denk ik. Ja, ja, eigenlijk gewoon een basismoes. Ja, vries je die in, denk ik, en dan doe je die door een gelei halen? Ja, ja. Ja. Eigenlijk alles wat je ziet in een restaurant, wat gemodelleerd is, dus wat rond is of een kubusje of noem maar iets, komt eigenlijk 99% vanuit de vriezer, uit je malletjes. Er zijn geen snijkunsten meer, nee. Nee, ik kan zeggen, die technieken beheersen we allemaal niet. Nee, nee. Ondanks alles ben ik gewoon eerlijk in. We zijn geen Japanners. Nee, ook dat niet. Misschien hoor je het al een beetje, maar jij komt oorspronkelijk niet van Koewacht, toch? Nee. Ik ben geboren in Schiedam. Dus helemaal boven de rivieren. Ja. Op jonge leeftijd wel al naar Zeeland gekomen. En inmiddels toch wel... wel in hart en nieren Zeeuwen, daar ben ik wel eerlijk in. Ja, ik heb het hier super naar mijn zin. Het is een mooi gebied, zeker hier zoals Zeeuws-Vlaanderen. Bianca komt wel van Zeeuws-Vlaanderen, die is hier wel geboren en getogen. We zijn wat jaartjes uit Zeeland weg geweest, maar eigenlijk toch weer teruggekomen. Ja. En dan toch Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk opgezocht om... ik doe een klein beetje van die basilicumolie over die groene tomaat. Die even een beetje lekker in kan trekken. En we wonen hier met ontzettend veel plezier natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook het mooie, iedereen, want dat is dan wel weer lachen. Omdat je natuurlijk toch familie en vrienden in het land hebt. En die denken allemaal dat het stopt. Dat eigenlijk, zeker natuurlijk Koewacht, we zitten op de grens. Hè, 2 meter de voordeur en je zit in België. Dus we denken de allemaal dat er een soort van afgrond is. En dat Nederland ophoudt. Zeker tijdens de afgelopen maanden dachten ze dan misschien alleen nog maar meer. Ja, ja, maar goed, toen stonden er ook wel de hekken en alles. Ja, precies. Toen leek het ook. Ja, dat was voor ons ook een hele gekke tijd. Ja. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar gelukkig is dat weer allemaal voorbij. En zijn de grenzen weer gewoon normaal open. Ja. En kunnen we ook weer gewoon redelijk normaal dingen doen. Je werk doen, ja. Ja, ons werk doen. En daar zijn we heel blij mee. Dat we weer gewoon terug kunnen doen wat we graag doen. En wat we met plezier doen. En is Bianca de reden dat het Koewacht is geworden? Nee, want ze komt niet echt uit het Koewacht. Hè. Het is meer Terneuzen, Hulst en opa en oma uit Prosperpolder. Wel een goede uitspraak al, Erik. Ja, ik heb daarop getraind. Ja, je moet dat natuurlijk toch... kijk, als je ergens wil integreren, dan moet je wel zorgen dat dat lukt. Ja, dat je het doet en dat het kan. Dan word je iets meer gerespecteerd. Ja, dus, inderdaad. Ja. Je bent al een beetje bezig met het bord te dresseren. De moesjes erop, de tomaatjes erop. Kan je eens iets meer vertellen over de zilte groentjes die je hebt meegebracht? Want de zeebanaan hebben we al eens een keer eerder besproken. Ja. Deze ken ik zelf ook persoonlijk niet. Roodhoorntjeswier. Ja. Kijk, in principe zijn natuurlijk al die zilte kruiden. Als we gaan zwemmen in de Scheldes, dan balen we ervan als ik weet niet wat. Zeker die zeesla, die grote vellen, hè, die dan in die koekjes verwerkt zitten. Ja.
die, als je gaat zwemmen, zit altijd tussen je vingers en dat is met dit soort dingen hetzelfde. Maar er zijn er gewoon, er is genoeg. Het zijn compleet andere smaken die we eigenlijk kennen. Ja. Kijk, dit, dat melden, dat is dan een beetje... En dat schorrekruid, die zijn alle twee eigenlijk alleen maar een beetje zilt. Ja, wel een eigen smaak. Dit gaat een klein beetje richting oesterachtig. Vind ik dat wat meer op papier als in het echt. Ja, ja. Maar pak je dat roodhoorntjeswier, ja, dan ga je echt al richting... richting ja, jodiumachtig. Echt een hele andere zilte... Ja. Zilte beleving is dat. Een beetje... Dat codium is een beetje familie ervan, denk ik. Hè? Ja, maar dat is natuurlijk wat dikker en ja, dat voelt wat fluweliger aan ja. op je tong. Ja. Ik vind wel ja, van, ja. van heel veel van die zeewieren, daar moet je of poeder van maken, of eigenlijk gewoon rauw verwerken. Je moet daar niet, niet kort stoven of zo, dan worden ze vaak onaantrekkelijk qua kleur. Ja, ja precies, die kleur goed. Ja, en nu blijft dat leuk qua kleur. En ja, eigenlijk zoals je het zo proeft, het is een heel andere dimensie qua smaak. Ja, en mensen, ja, het is zonde voor de mensen thuis, maar ze kunnen het thuis niet namaken. Dus het maakt het ook wel exclusiever voor het bord. Inderdaad, ja precies. Ja. Maar goed, ik ben altijd wel... Het is natuurlijk veel leuker als je iets voordoet of iets laat zien, of net zoals nu, ja. dat de mensen er wel na kunnen maken. Ja, dat wel. Dus met dat soort dingen zou het ook wel weer veel leuker zijn. Maar inderdaad, ja, je kan toch een bepaalde exclusiviteit nog wel wat houden die toch wat doen. Toch een reden dat ze naar... Toch een reden dat ze naar ons moeten komen. Ja, ja. Zeker. Die willen we altijd wel verzorgen. De gele tomaat? Ja. Die is heel mooi fijn gesneden, Thijs. Oh. Kan die wel? Gelukkig. Ik heb er ook even over gedaan. Ja, het gaat er eigenlijk gewoon om wat ik eigenlijk met heel veel dingen leuk vind. En nu is het dan allemaal koud. Maar ook dingen waar warme gerechten in zitten. We hebben nu bijvoorbeeld een gerechtje op de kaart staan met wortel. Ja. Een tussengerechtje met kreeft, met Oostscheldekreeft nog. En om dan gewoon op die wortel 6-7 verschillende bereidingen te doen. Maar ook 6-7 verschillende smaken. Maar ook weer soorten. Ja. Want je hebt ook gele, je hebt zwarte. Je hebt gewoon de rode wortel, niet oranje, maar de rode wortel. Dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende mogelijkheden en dingen. Ja, je kan er eindeloos mee spelen, dat klopt wel. Ja. En ze zeggen ook altijd, het is een beetje clichématig, maar je bent nooit uitgeleerd. Maar dat is ook eigenlijk wel zo. Hè? De dag dat je uitgeleerd bent, moet je stoppen. Ja. Ja, want dan sluit je je ogen voor heel veel dingen. En dat is eigenlijk... Nu kan je niet meer stoppen, Erik, bij deze uitspraak. Nee, maar dat was ik ook nog niet van plan. Dat was ik helemaal nog niet van plan. Ik heb het prima naar mijn zin en ik werk graag. Kijk, gelukkig. Dat krokantje wat je erop hebt gedaan, dat is uiteraard zelf gemaakt, denk ik. Ja. Eigenlijk alleen brood maken wij niet zelf. Nee. Voor de rest maken we alles zelf. Ja. En de wijn, denk ik niet. Nee, ja. Inderdaad, Zeeland is nou niet de beste plek voor wijn, helaas. Nee. En het is veel werk om te maken. En, geniet er liever van. Er zijn andere streken in de wereld waar het makkelijker gaat. Ja, waar dat veel beter gedaan wordt. En dit is eigenlijk een, van wat heb je dit gemaakt? Dat is eigenlijk gewoon een heel simpel beslagje. Ja. Het is een deegje. Het is bloem, boter. Een soort twee eigenlijk. Ja. Nee, het is geen twee. Het gaat meer richting cracker en een brooddeeg. Okay. Er zit wat lijnzaad doorheen en wat zeesla. Ja. Die droog ik in de dehydrator. En daar maak ik dan een poeder van. En daar doe ik ook wel eens dingen mee paneren of dingen mee op smaak brengen. En dan gaat het doorheen en dan bakken we ze af. En dan dat je toch een krokante, ziltige toets erbij hebt. En hoe, nu heb je al even besproken dat je van tomaten heel veel verschillende bereidingen maakt. Hoe gaat het ongeveer in je hoofd met het maken van een nieuw menu? Hoe ga je ongeveer te werk? Kijk je eerst naar het hoofdbestanddeel of ga je eerst juist denken van wat is er in het seizoen? Ik pak eerst de kalender erbij wat er in het seizoen is. Of ik bel leveranciers, wat is er nu voldoende voorradig en de komende maand. Wij wisselen elke maand van menu. Ja. Dus elke maand hebben we een nieuwe 9-gangen menu. En ook om onszelf te blijven triggeren. Ja. Na 3-4 weken ben ik die gerechten ook zelf wel, heb ik ze genoeg gedaan, ben ik er klaar mee. Ja, en de bediening waarschijnlijk dus, ook. Ja. Inderdaad, dus dan willen we wisselen ook om je personeel eigenlijk scherp te houden. Ja. Om bezig te blijven met je product. En dan kijk ik eerst naar wat er voorradig is. En dan ga ik gewoon zitten. En de ene keer dan gaat het heel erg makkelijk. En gaat het heel simpel. En de andere keer dan is het echt gewoon een eitje leggen. En dan werkt het niet. Nee, ja, precies. Nee, dus dat, die creativiteit die moet komen. En dat is niet altijd gezegd. Daar moet je eigenlijk op wachten eigenlijk. Dat ja, maar goed, dat gaat ook niet altijd. Nee. Soms een maand gaat snel voorbij. Ja, inderdaad. Dat klopt helemaal. Je hebt de zeebaars al even in kleine stukjes gesneden, dus dat het makkelijker hapbaar is. Ik wou nog zeggen, ik vind altijd wel dat... kijk, in de keuken hebben we altijd grote, scherpe messen. Ja. Dus dat snijdt altijd veel makkelijker als dat de gast aan tafel heel veel dingen moet gaan snijden. Je wil ze niet betuttelen of wat dan ook. Maar
Je wil het wel makkelijk maken. Precies. Het is ook een avondje uit, dus je moet niet hard werken. Nee, ja, precies. Eigenlijk gewoon alles met een lepel. Dan, Ja, dat scheelt alvast. Ja, dat scheelt alvast. Ja, ja. Ik heb er ook nog van, net wat ik net al zei, van die restjes maak je dan die moes. Maar ja. Eigenlijk houden we er ook altijd nog een hoeveelheid van over voor bouillon. Ja. Ja. Dus ik doe er nog het laatste een tomatenbouillon overheen. Dat doen we eigenlijk maken door al die afsnijdeltjes en zelfs ook de velletjes. En dan kunnen ook... De steeltjes eigenlijk bij, die geven heel veel smaak. Ja. Daar staat niemand bij stil. Maar moet maar eens, als je ze geplukt hebt aan je vingers ruiken, wat een geur dat er aan hangt. Dat gaat er allemaal in. En dat doe ik eigenlijk een nachtje met wat zout wegzetten. En dan zie je heel veel vocht eruit komen. Ja. Ook dat doe ik weer, net als met de olie, doe ik dat ijsfiltering. Dus dat doe ik invriezen. Ja. Want dat is altijd een beetje blind. Doe ik dat invriezen en dan de volgende dag weer op het doek leggen, uit laten druppen. Ja. En dan heb je eigenlijk een hele mooie, heldere bouillon. Ja. Want al onrechtmatigheden die er niet in horen te zitten, die blijven dan achter. En dan heb je eigenlijk een heel supermooie... Mooi, pure, ja, precies. Puur bouillon. Verdwijnt wel weinig bij jullie in de... Prullenbak. Hebben jullie een prullenbak? We hebben een prullenbak, zeker. maar ik denk dat we wel zeker als horeca... op ons afval moeten letten. Ja. Daar ben ik wel echt iedereen in feite. Maar zeker ook als horeca, als ik dan wel eens cijfers zie of lees... of van andere collega's hoor en zie wat er weggegooid wordt... dat vind ik echt vind ik zonde. Ja, goed eten weggooien, dat druist tegen alles in, vind ik. En eigenlijk kan je van alles wat je gebruikt ook alles gebruiken. Ja, van heel veel dingen wel. Ja. Ja. Van schillen, van een knolselder of pastinaak kan je een poeder maken... en daar dingen mee doen. Ja. Je kan er zoveel mee doen. Maar het gaat om creativiteit. Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen bang zijn om daar te weinig tijd voor te hebben. Maar je moet niet alles op één dag willen doen. Nee, ja, precies. Je kan best wel iets bewaren in de koelkast. Ja, precies. Ja, ook dat, inderdaad. Ja. En dan gaat dat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Een poeder wat droog is, dat kan je natuurlijk gewoon bewaren. Ja, precies. Ja. Super, eens even kijken. Ja, je hebt de bouillon erop gedaan en meestal doe je dat als laatste. Dus ja. Ik denk dat die... Zo zou die inderdaad geserveerd mogen worden. Een prachtig gerecht, moet ik al zeggen. Dank je. En wil ik graag de andere gast ook even... naar voren halen. Want daar gaan we natuurlijk iets bij drinken. Ik heb al van tevoren al even gezegd dat het is een primeur voor ons omdat de eerste keer, en misschien vind je het zelf niet heel fijn als ik het zeg, maar de eerste keer dat er een sterrenrestaurant komt. En een sterrenrestaurant gaat niet alleen maar over eten natuurlijk, het gaat om de totaalbeleving. Bianca, wat drinken we erbij? Wat zou hier lekker bij passen? Waar moet je aan denken als je dit thuis zou maken? Ongeveer wat voor smaak moet je aan denken? Toch of lekkere droge wijnen, een beetje fruit erin, maar niet te zwaar. Ik zou wel gewoon lekkere lichte wijnen doen. Streek Italië is natuurlijk altijd gewoon mooi, die heeft mooi lekker frisse wijnen, wat droogheid erin. Wat zilt, zeker als je aan de kant van de kust zit waar de wijngaard is. Dat je gewoon mooie zilt te tonen in de wijn hebt. Dus zilte keuken, Zuid-Vlaanderen, Zeeland. Mooi, kan het eigenlijk niet, toch? Nee, daarom. Dus nu hebben we ook een wijn uit Italië, uit het gebied Veneto, aan de Adriatische Zee. Gemaakt van een Cabernet-druif en een Sauvignon Blanc. Lekkere Sauvignon Blanc, wat lekker strakke drogen. Cabernet heeft net iets meer structuur erin. En je proeft ook echt mooi de zee, de zeeltjes, de zeeltjes erin. Ja. Nou, dat is goed, denk ik. Het gaat om de totaalbeleving natuurlijk. Is het qua personeel ook alweer 50-50 wat je qua personeel hebt rondlopen? Of is het nog altijd wel voornamelijk keuken, aangezien het toch wel? Nee, het is eigenlijk toch wel veel 50-50. Ja. Ook aan tafel heb je je tijd nodig en je uitleg aan je gasten. Dus ook daar moet je gewoon genoeg mensen voor hebben rondlopen. Een kelner moet niet alleen maar heen en weer lopen en dingen op tafel zetten en weer vlug weg zijn. Ja, en jullie hebben hoort ook sociaal contact bij. Precies, en jullie hebben natuurlijk al die menus en mensen weten wel ongeveer wat ze krijgen, maar ze wel wat uitleg nodig. Het is niet dat ze een hamburger krijgen en dat ze weten van deze hamburger precies, inderdaad. En zeker natuurlijk met die zilte dingetjes en je verschillende bereidingen op groentes of producten. Wil je graag uitleggen hoe en wat, want je bent trots op wat je gemaakt hebt. Ja, zeker. Dus je wil dat uitleggen en... ze weten ook eigenlijk allemaal precies hoe en wat. Als ze het niet weten of het product niet kennen van de bediening, mogen ze altijd meteen proeven. Ja. En moeten ze kijken hoe en wat. Dan doen we hetzelfde met de wijnen. Doen we ook doorproeven vaak. Gewoon dat iedereen toch wel weet wat daarbij zit. Dat als een gast iets specifieks vraagt, dat ze erop kunnen antwoorden. Ja, precies. Ja, vinden we heel belangrijk, alle twee. Ja. Want zeker, bij dat soort zaken, dan mensen zijn nieuwsgierig. Dus ze gaan doorvragen en als je dan meteen al met een mond vol tanden staat, dan is het niet heel... Nee, precies inderdaad. En als het te specifiek wordt, dan komen ze het allicht even vragen. Ja. Maar we proberen ook wel de gasten genoeg uit te leggen als ze de vragen hebben. Dat hoort er ook een beetje bij. Hè? Ook te laten zien
wat je allemaal weet en wat je allemaal kan. Ja. En dat geldt voor iedereen, voor het personeel, voor ons, voor alles en iedereen. Je bent trots op wat je doet. Ja, dus dan mag je dat naar buiten brengen. Je kan creatief zijn, maar je moet ook nog wel kennis hebben natuurlijk. Nou goed, om creatief te zijn moet je kennis hebben. Zeker met garingen en zo en dit soort dingen. Het blijft in essentie rauwe vis. Ja. Dus doe dat niet met vis die al 4 weken in je koelkast ligt. Die komt sowieso naar buiten gelopen. Maar pak daar alleen verse producten voor. Want anders gaat dat gewoon niet goed. Ja, en vertrouw ook een beetje je zintuigen. Dus als de vis niet meer lekker ruikt, dan... Inderdaad. Kijk niet per se naar een verpakking of wat dan ook. Maar vertrouw op jezelf en ruik en proef. En dan weet je echt wel wat wel en wat niet kan. Nee, precies. Precies. Inderdaad. En je zit hier in Zeeland. Hè? Dus ik bedoel, zeker met vis moet je geen... Oude spullen hebben toch? Nee, en ook geen tilapia en dat soort dingen. Maar goed, daar gaan we niet over hebben. Altijd over vis. ik denk dat we zo meteen gaan proeven. Ik ben heel benieuwd met de wijn- en spijscombinatie uiteraard. Allereerst heel erg bedankt dat jullie er zijn. Superleuk. Dat jullie er zijn gekomen. Heel graag gedaan. Ik heb er heel veel zin in om het gerecht te proeven. Als je een keer in de buurt bent, en trouwens niet alleen als je in de buurt bent, als je in Zeeland bent of waar dan ook, kom een keer langs bij het Vlasbloemenke, want het is echt de moeite waard. Het is echt een beleving. Ja, daar zijn jullie met recht voor beloond uiteraard. Ja. Heel veel succes in de toekomst. Komt helemaal goed. Hartstikke bedankt. Jullie hebben trouwens, sorry dat ik vergeten te vragen, jullie hebben heel je interieur veranderd. Ja, eigenlijk 7 dagen voordat dat de sluiting voor de corona kwam, hebben we alles veranderd. En dus we waren helemaal vol goede moed en vol heel veel zin. En een hele mooie agenda gevuld met mensen die allemaal alles nieuw wilden bekijken. Ja. En daar kwam een dikke vette streep doorheen. Daar kon je niks aan doen, veranderen. Maar goed, na de 12 weken gewoon weer terug opgepakt. We gaan nu wel gewoon weer door. Ja. We hebben alleen helaas wat stoelen moeten stallen. Ja, ja. Omdat je toch wat minder mensen kwijt kan. Ja. Maar c'est la vie en... We mogen eigenlijk helemaal niet mopperen, dus dat doen we ook niet. En gelukkig is het een beetje in de zomer dat je ook nog wel mensen op het terras kwijt kan. Inderdaad. Ja, inderdaad. Maar wij zijn wel van de visie dat als we buiten draaien... Doe je niet binnen ook, want als het s'avonds wat kouder wordt... Precies, of het gaat regenen. Dan zou het iemand koud krijgen, of het gaat ineens een druppeltje regenen... moeten ze eigenlijk stand te peen naar binnen kunnen. Dan moet je niet eerst nog van alles gaan maken of gaan doen. Nee. Dus we doen of binnen of buiten. Verstandig. Wij gaan proeven. Nogmaals ontzettend bedankt dat je langskwamen. Heel veel plezier gedaan. Altijd leuk. Ze hebben dus verbouwd. Er is geen enkele reden meer om niet nog een keer langs te gaan als je al een keer langs bent geweest. Bedankt voor het kijken. Als je meer van dit soort video's wil zien, volg ons uiteraard op onze social media en abonneer ons op YouTube. En tot een volgende keer. We proberen natuurlijk alles. Beetje van alles, ja. Een beetje van alles. Nou, zeker eigenlijk die oranje en die moesjes. Dat zijn natuurlijk dingen die hebben heel veel smaak. Ja. Die zoetzure tomaatjes. Ik kan zo meteen ook nog losproeven, want het ligt ernaast nog. Het is een lepelgerecht. Geen hoeveel batterijduur heb je nog op je camera's? 4%. 2, 3, 4 mannetjes. Ja. En dan met vreemd bestek, dat werkt allemaal niet. Nee, maar zilver. Ja. We hebben niet gewend. Nee, het is echt heel lekker. Ja, echt heel lekker. En wat je zegt, elke hap is ook weer anders. Ja. En ook zeker dat moesje. Als je niet weet dat het een moesje is, dan schrik je ervan als je doorsnijdt. Ja. Dan maakt het heel speels. Echt heel leuk. Ik heb ooit wel eens een keertje, had ik er allemaal met zeefhenkel, maar die hebben we nu niet bij. Had ik daar van die kroontjes in gezet. En mensen dachten gewoon dat het echte tomaatjes was. En dan gaan ze snijden en dan denken ze ineens bij zichzelf, er zit een heel ander dingetje in. Dan vragen ze het ook aan de bediening van. Ja. Maar hoort dat er niet op? Ja, dat is wel een gek tomaatje. Nee, dat is de bedoeling juist. Heel lekker. Echt heel lekker. Ja, maar zeker die zoetzure tomaatjes, die moet je eigenlijk echt ook even. Deze? Ja. En ik ga de wijn erbij proeven natuurlijk. Het gaat om het... Maar het samenspelen, ik wou zeggen. We hebben weer diepte-investeringen gedaan hier.
met de wijn erbij, dat tilt net een beetje dat gerecht een beetje weer omhoog. De bouillon die komt er voor mooier doorheen. De moes ook. Ja. De moes en de wijn die gaan heel goed. Dus ja, nogmaals bedankt dat jullie langskwamen. Echt een super mooi gerecht.